De Nationale Ontwikkelingspartij, NOP, heeft de rechtszaak gewonnen die zij had aangespannen tegen voormalig voorzitter Melvin Clemens. De plaatsvervangend en huidige voorzitter Frans Palissy heeft vanmorgen een persconferentie belegd om te praten over de samenwerking van de ABOP die nadien nooit meer van de grond is gekomen en de huidige politieke situatie van het land na een jaar regering Santokki Breunswijk. Palissy benadrukte wat NOP met deze persconferentie wil bereiken. De bedoeling is dat we de gemeenschap willen informeren, omdat het geval was al in de media. Hij zou DC worden. Hij is niet meer benoemd door de president toen en het verschillende krant. En we zeiden ook dat we nog juridische stappen zouden nemen. En dat hebben we gedaan. En we zijn een jaar verder en we hebben de zaak gewonnen. En er is een vonnis. En dat is de bedoeling, om de gemeenschap te informeren via u als pers. We zitten in een rechtsstaat. We zijn in een rechtsstaat. Als er iets is dat niet klopt of twee partijen kunnen niet overeenkomen, ja, zelfs in relaties toch, man-vrouw, ze gaan naar de rechter. Dus het beste is dat je een jurist in de hand neemt, een advocaat. En we hebben dan natuurlijk bereid gevonden een advocaat, toen meneer Meester Hokkaïn. En met hem zijn we dan verder gegaan om die stappen te bekijken. En we hebben hem een deurwaarde-exploit gestuurd om zich niet meer voor te doen als voorzitter van de Nationale Ontwikkelingspartij. Na dat we dan de stappen volgens onze statuten en volgens het huishoudelijk reglement hebben gevolgd. De NOP heeft op 23 juli 2019 een samenwerkingsovereenkomst getekend met de ABOP. Door de oneenigheid binnen de NOP is het dan niet meer gelukt zaken van de grond te krijgen, zegt Palissy verder. Onze kant hebben we altijd geprobeerd en nog steeds vandaag, nog, of gisteren vandaag denk ik, ja, is er weer een brief richting de ABOP om hun weer in kennis te stellen en weer te vragen om ons te ontvangen, vanwege ook na de uitspraak, na het vonnis van donderdag, het is 26 ja, augustus was dat, donderdag 26 augustus, hebben we dan weer een brief gericht naar het bestuur van ABOP in de persoon van de voorzitter, de huidige vicepresident, om dan weer ontvangen te worden, zodat we kunnen praten over de samenwerking, omdat de samenwerking is niet tot zijn recht gekomen. Wat we samen hebben besloten, waar we samen overeen zijn gekomen, we hebben zaken op papier gesteld en we hebben een overeenkomst. En natuurlijk is politiek, we zitten in een situatie, we zijn politieke partijen, dan kan men stellen, ja, van je zit in een bepaalde situatie, ik weet niet met wie ik moet praten. De uitspraak van het vonnis heeft volgens de jurist van de NOP niets te maken met de samenwerking met de ABOP. De rechtszaak is aangespannen om ervoor te zorgen dat Melvin Clemens zich niet meer mag voordoen als voorzitter van de NOP.